Nou ja, dat is uiteindelijk uitgemond in de procedures. Hij daagde ons voor de rechtbank. Hij heeft zelfs geprobeerd een faillissement aan te vragen. De rechter die heeft dezelfde dag nog uitspraak gedaan dat meneer Lips misbruik maakte van de rechtsgang. Dus hij verloor dat wel. Maar hij heeft ons continu lopen pushen, persen, duwen. Hij zit zelf heel erg in de procedures. Stuurt heel zwaar zijn advocaten, zijn notariaten, stuurt hij allemaal zelf aan. En heeft me gewoon in procedures gedwongen. Uiteindelijk overleg gehad met bijvoorbeeld een Hans de Leeuw van Rova, die ook door hem gedaagd werd, die ook is gaan procederen. Ja, we waren uiteindelijk met z'n allen aan het procederen, maar we verloren zaak na zaak. De man is zo slim. Ongelooflijk. Op de achtergrond zat hij bij de SNS wel alle financieringen te regelen die hij stapelde. En zat hij overal echt volledig tussen. Dus het was helemaal geen privépand en het was gewoon kwade opzet. Het is gewoon kwade opzet geweest. En staat iemand dan in zijn recht? Ja, misschien sec juridisch ja. Maar mag je zoveel ondernemers op die manier behandelen en voor de gek houden? Ik denk het niet. Ik denk dat hij onbetrouwbaar is. En waaruit concludeer ik dat? Het feit dat alles in dienst moet zijn van Rogier Lips, dat staat voorop. Als je als psycholoog of psychiater hem zou benaderen, zou je zeggen dat is een narcist puur sang. Alles moet ter meerdere eer en glorie van Rogier Lips zijn. En daar gaat u bijna over lijken.